Tasjesdieven, messentrekkers, slecht voor hun vrouwen. Er circuleren nogal wat negatieve vooroordelen over allochtone Nederlanders. En dat is niet bevorderlijk voor de integratie. Om dat nou tegen te gaan heeft de gemeente Delft met de Mondriaan Onderwijsgroep de cursus Inburgeren Andersom ontwikkeld. Door middel van heel concreet en aanschouwelijk onderwijs krijgen autochtone Delftenaren les in begrip voor hun Turkse en Marokkaanse medemens. Verslaggever Jelle Visser volgde een cursusdag in Delft. Akşamlar. Ben Erol Tütüncü. Ben Türkçe öğretmeniyim. Bugün size Türkçe öğreteceğim. In deze turbulente tijden komt de gemeente Delft met een bijzonder initiatief. Inburgeren andersom. Delftenaren krijgen les van Turkse of Marokkaanse docenten. Want er zijn nogal eens wat misvattingen. Dus ik sta op een gegeven moment, sta ik buiten, sta ik dat tapijtje uit te kloppen. Komt er zo'n bijgoochem langs die zegt zo, startproblemen, Ali. Ja, dat is moeilijk, dat is dan zo'n misverstand, hè. Ze zeggen dat Turkije zo'n arm land is. Dat is niet waar. Ik nam een paar collega's tijdens de kerstvakantie naar Turkije mee. Ze geloofden bijna in hun ogen niet. Echt waar. Het is echt heel anders dan wat ze hier dachten. Vanessa, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. En Angela? Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Het doel van deze cursus is de contacten tussen autochtonen en allochtonen te verbeteren. En iedereen is razend enthousiast. Er zijn zelfs wachtlijsten voor het volgen van de lessen. Wat er vooral ook aan opvalt is dat inderdaad heel veel mensen belangstelling hebben om deel te nemen. Misschien wel meer dan we ooit hadden gedacht. Hè. Dus we moeten ook nog toe naar weer een derde ronde met nieuwe groepen. En er zijn ook mensen die vragen om een verdiepingscursus, want die willen dat Turks gewoon echt goed leren spreken. En ja, daar lees ik ook wel een signaal in over het klimaat dat we in Nederland op dit ogenblik een beetje hebben. Waar sommige mensen toch wat genoeg van beginnen te krijgen. En misschien wel door deel te nemen aan een cursus als deze ja, ook iets willen uitstralen van zoals het nu gaat, liever niet. Laat ik daar zelf ook maar een stapje in zetten. Hollandalı. Jong. Sen. Hollandalı. Ben Türk'üm. Sen? Ben Rus. Sen Rus. Ik heb nogal veel Turkse collega's. Ook Marokkaanse trouwens. En dan is het wel leuk om, om er wat meer achtergronden van te weten. Wat valt de politiek en de cultuur? Nou, dan kan ik met mijn schoonfamilie praten en zo. Dus, want die spreken geen Engels. Ik ben ook getrouwd met een Turkse man, Turks-Koerdisch. En ik kan wel al aardig Turks praten, maar ik denk, hier kan je toch wel weer een hoop van leren. En dit is inburger andersom. Dus je leert niet alleen de taal, maar ook wat meer weer van de cultuur. We zijn er eigenlijk voor, omdat wij zijn met vakanties. Zijn we er een paar keer geweest en het is ons goed bevallen. En ik denk dat het wel leuk is als je eigen een beetje verstaanbaar kan maken. Mijn lessen bestaan uit twee delen. Voor de pauze geef ik de taal, na de pauze geef ik de cultuur. En wat vertelt u dan bijvoorbeeld over de cultuur? Over de cultuur, de gewoontes, sociale en culturele gewoontes. En geschiedenis, islam, normen en waarden. Met het rijexamen, ik begrijp niet waarom ze daar Bagdad bij halen. Bij het rijexamen, dan halen ze Bagdad bij. Zit ik daar, zegt zo'n stem, die zegt dan op een gegeven moment... U rijdt buiten de bebouwde kom, u wil links inhalen, Bagdad. En ik begreep het niet. In de wat strengere landen, zeg maar, daar worden dus mensen met een verstandelijke handicap... worden achtergesteld heel vaak. En mogen dus ook niet meedoen aan de Ramadan. Dat is me opgevallen. Ze hoeven niet. In principe, als je ziek bent, of je nou lichamelijk of geestelijk bent... als je het niet kan, dan ben je daarvan vrijgesteld. De cursus Turks of Marokkaans duurt 6 avonden en is gratis. De gemeente betaalt de docenten en ze gaat door met het project... want de deelnemers steken er echt wat van op. Je kreeg altijd de indruk dat de vrouwen achtergesteld werden... omdat ze achterin de moskeeplaats moesten nemen. En dat is helemaal het verhaal niet. Het verhaal gaat over de respect van de mannen ten opzichte van Allah. Want als je bidt, dan buk je voorover. En het is natuurlijk voor de mannen prettiger om gewoon voorover te bukken, te bidden... en dan alleen aan Allah te denken. Er is vanuit een aantal gemeentes belangstelling getoond. Sowieso de gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Waalwijk, Den Bosch...
En zelfs het buitenland heeft interesse voor het concept. Omdat zij een aantal keren gevolgd hebben op het journaal wat er van belangstelling was. Dus de Zwitserse radio en Franse televisie heeft ook al interesse getoond om eens te komen luisteren van hoe werkt dit concept nu? En waarom is het nou iets wat we wellicht ook moeten vertalen naar andere gemeentes en naar andere gebieden? Oeyum. Oeyum. Oeyko. Oeyko. Oetjak. Oetjak.